Ram Ram iedereen, dit is Sashis Madhura. Weer met een vlog. Een vlog die ik al een hele tijd wil maken. Het zat in mijn achterhoofd om te maken, maar ik vond dat de tijd nog niet rijp was ervoor. Maar ik hoop dat je tot het einde zult kijken of luisteren. En om de privacy te beschermen ga ik bepaalde dingen een beetje vaag houden. Een tijdje terug was ik in Suriname om de crematie bij te wonen van een geliefde. En de mensen die weten hoe crematies gedaan worden in Suriname, die weten dat het gaat om een groot stuk terrein waar meerdere mensen tegelijkertijd gecremeerd kunnen worden. En terwijl wij als familie en kennissen bezig waren met de crematie, waren ook andere families bezig met het voorbereiden van hun crematies. En het ging om mensen die om ouderdom of ziekte zijn overleden. Maar toen ik links van me keek, toen zag ik dat er een andere familie is. En zij waren bezig met de voorbereiding voor het cremeren van hun dochter. Ik schat haar nooit ouder dan 25 jaar. Tussen de 20 en 25. En omdat de gemeenschap in Suriname zo klein is, iedereen kent elkaar of iedereen is op de een of andere manier gelinkt aan elkaar of is familie van elkaar. Toen wisten wij dat het ging om een zelfmoord situatie. En dat is heel jammer. Vooral toen we leerden dat ze zelfmoord heeft gepleegd omdat de relatie kapot is gegaan. Op zo'n jonge leeftijd dan het leven opgeven om die reden. Ik keek naar haar en ik dacht in mezelf van alles wat ze was, alles dat ze kon zijn, al haar potentie, alles dat Bhagwan in haar heeft gezet om nog zich te manifesteren, dat alles is gewoon stopgezet. Het is letterlijk en figuurlijk in rook opgegaan. En dat is zo jammer. Want als je gelooft in reïncarnatie, hoeveel moeite heb je moeten doen om dit menselijk lichaam te krijgen, om in deze vorm nu aanwezig te zijn op aarde en om te groeien en om te leren? Hoeveel heb je moeten opofferen in andere levens om hier te komen, om nu te zijn, om nu te bestaan? En dat alles weg laten gaan, dat alles verliezen op zo'n manier. Zo jammer. En als je niet eens gelooft in rekenen, als je gewoon zegt van ja, er is geen ziel of zo, je hebt alleen evolutie. En zelfs dan, hoeveel generaties op generaties moesten geboren worden voordat jij hier kon zijn op aarde, voordat jij nu hier kan zijn? Hoe bijzonder is het dan niet om hier te zijn in deze vorm? En dan is het zo jammer om te denken dat iemand dat weggooit om een ander persoon. En in het hindoeïsme, wij geloven dat ondanks het feit dat je misschien hier op aarde mensen leert kennen en mensen lief hebt of noem maar op, je komt alleen op aarde. En die dag waarop je weggaat, dan ben je ook alleen. Het beste waarvoor je kan hopen, is dat wanneer je komt op aarde, dat er mensen die van je houden om je heen zijn. En wanneer je de aarde verlaat, dat je ook omringd bent door mensen die van je houden. Maar je komt alleen en je gaat alleen weg. Alles dat daartussen is, is tijdelijk. Alles dat daartussen is, is tijdelijk. Alle relaties, alle vriendschappen, je baan, je werk, je uiterlijk, je kleding, alles wat je hebt. Iedereen die je kent, iedere relatie dat je hebt, of het nou vader, kind, moeder, kind, man, vrouw, beste vriend, beste vriendin, guru, shishya, alles is tijdelijk. Alles is tijdelijk. Want er komt een dag waarop je weggaat. En dan stopt het.
Dus of het nou binnen die periode eindigt, het zal eindigen. Er is een eindpunt. En om jouw waarde te hechten aan het tijdelijke. Je hecht je waarde, je hecht je bestaan aan het vergankelijke. Hoe jammer is het niet dat wij mensen propageren en zeggen tegen elkaar in gesprekken, in verhalen, in liederen, in muziek, in poëzie, in films, op radio, dat een mens incompleet is. En dat je pas compleet bent als je iemand anders hebt. We vertellen aan mensen die gaan trouwen van je loopt 7 rondjes om het vuur en je bent dan voor 7 levens aan elkaar verbonden. Dat is niet wat het betekent. Het maakt niet uit of je 7 rondjes gaat lopen of 700 rondjes gaat lopen. Er komt een einde. Er is een eindpunt. Er is een eindpunt. Dus het is ook vergankelijk. Alles is vergankelijk. Waarom moet jij je potentie en alles wat jij kan worden in het leven, hoe jij je kan ontwikkelen, hoe je je atma kan ontwikkelen in dit leven, weggooien om het vergankelijke? Dat je je toekomst laat afhangen van iets vergankelijks. We moeten onze jongeren juist leren om meer te rusten en zich te berusten op hunzelf in plaats van op een ander. Dat je je eigen waarde in je eigen vindt. En niet dat jouw eigen waarde afhangt van een ander. Van hoe een ander is, wat de ander doet of van een relatie dat je hebt met die ander. We moeten aan onze jongeren leren. En niet alleen jongeren, iedereen moet dat eigenlijk leren. Wat wij zeggen dat in onze mantras. Om Purnamada, Purnamidang, Purnaat, Purnamadash. We zeggen, je bent al compleet. God is compleet en jij bent al compleet gekomen vanuit het goddelijke. Maar ons muziek en onze film en onze cultuur zegt, jij bent niet compleet. Jij bent niet compleet zonder een andere. En als je die andere kwijtraakt, dan is het, wat we zeggen, panja, dan is het opgehouden. Dan is er geen hoop meer voor je. Wat voor maatschappij leven we? Dat we dit leren aan onze jongeren. Dus mijn boodschap is om te beseffen dat je heel bijzonder bent dat je in dit menselijk lichaam vorm hebt genomen. Hoeveel karma heb je moeten doen om hier nu aanwezig te zijn? Hoeveel potentie zit er niet in je? En hoeveel mogelijkheden heb je niet voor je om je verder te ontwikkelen en je te manifesteren? Gooi het niet weg om iets tijdelijks. Gooi het niet weg voor iets vergankelijks. Want weet, je bent gekomen op aarde en er zal een dag komen waarop je weggaat. Zorg ervoor dat je in deze tussenperiode je maximaal hebt ingezet in jouw eigen ontwikkeling. Gooi het niet weg voor iets tijdelijks. Sapkoi ke Ram Ram.